Engeland overweegt zijn grote Vulcan-bommenwerpers klaar te maken voor de strijdmacht tegen Argentinië in de Falklandcrisis. Een grote telefooncentrale in de Spaanse hoofdstad Madrid is vernield door een bomaanslag, waarschijnlijk van de ETA, de Baskische afscheidingsbeweging. Koningin Beatrix en prins Klaus verblijven vandaag in Williamsburg in de Verenigde Staten. Morgen begint in Washington officieel hun staatsbezoek. Goedenavond, dames en heren. De Britse regering heeft besloten Engelands grootste en snelste bommenwerper, de Vulcan, in gereedheid te brengen om zo nodig in te zetten in de mogelijke strijd tegen Argentinië. De Vulcan is een oude, maar nog steeds zeer snelle bommenwerper. Het is het belangrijkste vliegtuig van de hele NAVO voor het vervoer van kernwapens. Maar voor een mogelijke taak in de Falklandcrisis worden Vulcans omgebouwd voor het vervoer van conventionele bommenlasten, 21 stuks van 1000 kilo. Maar intussen blijft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Haig zijn bemiddelingspogingen voortzetten. Een uur geleden begon hij aan een nieuwe discussie met de Argentijnse leiders. Hij is daarvoor langer in Buenos Aires gebleven dan het plan was. En daarover nu een reportage van Roel Jansen uit Buenos Aires. Er wordt nog steeds onderhandeld in Buenos Aires, maar daarmee is dan ook alles gezegd. Alexander Haig, die gisteren zou vertrekken, is vandaag ook hier gebleven. En vanmiddag heeft hij opnieuw een bespreking met de Argentijnse president, generaal Galtieri. Of er veel vorderingen gemaakt worden, dat is onduidelijk. De stemming hier in het zonovergoten Buenos Aires is somber en vooral verward. Men heeft sterk de indruk dat de onderhandelingen op een dood spoor zijn geraakt. Ook al zei Haig vanmorgen toen hij het hotel verliet, dat hij nog steeds door wilde gaan. Argentinië heeft van de kwesties van de Malvinas een erezaak gemaakt, een nationale zaak. En daardoor kan het onmogelijk met een stap terug doen. En nog steeds gaan de steunbetuigingen aan de herovering van de eilanden door, zoals hier op een bijeenkomst van Catalaanse immigranten. Argentinië is een land van immigranten, vooral uit Italië en Spanje. En al deze afstammelingen uit Europa hebben hun eigen verenigingen die allemaal op hun manier hun steun aan de regeringspolitiek in zaken de Falklandkwestie betuigen. Ondertussen begint de pendeldiplomatie van Haig een routinezaak te worden. Net als vorige week zondag ging hij vanmorgen naar de mis en daarna een partijtje tennis spelen. Voor zijn vertrek heeft hij vanmiddag vermoedelijk zijn laatste bespreking met het Argentijnse militaire bewind. De Britse vloot nadert intussen de Falklandeilanden. Er zijn onbevestigde berichten uit Londen dat premier Thatcher opdracht zou hebben gegeven minder snel op te stomen, zodat Haig in Buenos Aires wat meer tijd heeft voor onderhandelen. De Britse vloot vervoert een groot contingent landstrijdkrachten naar de Falklands, een voorhoede voor de hoofdmacht die volgt. Er worden elke dag oefeningen gehouden op het vliegdek van de Hermes. De Britten zijn ervan overtuigd dat zij over aanzienlijk beter strijdmateriaal beschikken dan de Argentijnen en over veel beter geoefend personeel. Voor het moreel van de troepen gaven de piloten van de Harrier-jagers een demonstratie met hun raketwapens. Ze lieten zien hoe een raket zelf zijn doel kan vinden. Dit deel van de Britse vloot wordt in het midden van deze week in de wateren rond de Falklandeilanden verwacht. Maar er zijn nu al 3 Britse onderzeeërs in het gebied. Een bomaanslag in Madrid heeft Spanje in een telefoonchaos gestort. Bijna 750.000 verbindingen zijn verbroken door het hele land en alleen al in Madrid 20.000. De regering kwam in speciale vergadering bijeen om de toestand te bespreken. De daders worden gezocht bij de Baskische afscheidingsbeweging ETA. Het is een van de voornaamste en modernste telefooncentrales en hij staat in het noorden van Madrid. De gevel van het gebouw is zwaar beschadigd en de chaos in het interieur is enorm. Vannacht drongen 5 gewapende aanvallers, onder wie een vrouw, het gebouw binnen. Ze deden zich voor als politieambtenaren, hielden het PTT-personeel onder schot en brachten in het gebouw een stuk of 5 zware springladingen aan. Daarna kreeg het personeel van de centrale 5 minuten de tijd om te vluchten. De daders maakten zich per auto uit de voeten. Enkele passerende Spanjaarden werden bij de aanslag gewond, evenals een brandweerman. In het gebouw zijn ook computers geïnstalleerd voor het wereldkampioenschap voetbal deze zomer, maar die schijnen nog intact te zijn. Later moest de politie nog een spoorwegstation ontruimen, omdat daar gevreesd werd voor een soortgelijke aanslag.
Koningin Beatrix en prins Klaus zijn in Amerika aangekomen voor een staatsbezoek dat 6 dagen zal duren. Het regeringsvliegtuig arriveerde zonder diplomatiek vertoon op het vliegveld van Newport News bij het plaatsje Williamsburg. Een reportage van Lars Andersson. Het koninklijk paar arriveerde gisteravond laat Nederlandse tijd. De regeringsfellowship landde door wind mee 2 uur eerder in de Verenigde Staten dan was gepland. En dat kwam goed uit. Incognito aankomen verdraagt geen aanwezigheid van pers. In regenachtig Washington gaat het allemaal officieel en in volle plechtigheid van start. Om morgen fris te kunnen beginnen aan het 6 dagen van uur tot uur volgeplande programma, verblijven koningin Beatrix en prins Klaus hier tot vanavond laat in Williamsburg. Dat is een soort openluchtmuseum, een orvelte uitgebreid, waar je een indruk moet krijgen van het leven en wonen in de 18e eeuw, toen Williamsburg nog de hoofdstad was van het koloniale Virginia. In dit gerestaureerde dorp logeerden koningin en prins in een prachtig buitenverblijf, Bassett Hall. Het werd destijds door de familie Rockefeller van de ondergang gered en nu ontving de koningin er de plaatselijke burgemeester die zo'n buitenkansje niet liet lopen. Williamsburg is op zo'n 250 kilometer van de hoofdstad Washington een bijzonder populaire bezienswaardigheid. Verschillende ambachten worden er in de oude stijl uitgevoerd, compleet met de bonte klederdrachten uit de koloniale periode. Morgen begint dus het staatsbezoek officieel. Dan worden koningin Beatrix en prins Klaus ontvangen door de Amerikaanse president Reagan op het Witte Huis. Vanuit Washington geeft Hayat Thomas een voorbeschouwing. De koningin zal hier vanaf morgen verschillende toespraken houden. En de Amerikanen beseffen dat daarin, hoe voorzichtig ook, iets zal doorklinken van de onrust die in Nederland bestaat over de Amerikaanse politiek. Volgens sommige politici hier wordt die onrust gevoed door een kleine groep, van jongeren vooral, die zich bijvoorbeeld verzet tegen verdere uitbreiding van de nucleaire bewapening als afschrikkingsmiddel. Maar dan vergeten ze wel de geschiedenis, zegt Guy van der Yacht, republikeins lid van het Huis van Afgevaardigden. Yes, I think particularly among the young people of the Netherlands there seems to be a growing anti-Americanism. I'm not sure you find that so much among those who are a little bit older and remember the efforts of the United States in World War II to free the Netherlands. I don't think a lot of the demonstrations that perhaps sometimes are labeled anti-American are necessarily anti-American. As you have pointed out, we're having now the beginning of these same kind of demonstrations here in the United States. It's anti-establishment, it's anti-tradition, it's anti the way things have been, and certainly anti-nuclear war. Kleine bedrijven die zich bezighouden met technische vernieuwing zouden 5 jaar lang vrijstelling van belasting moeten krijgen. Dan hebben ze de gelegenheid uit te groeien en dat zou in 5 jaar tijd 100.000 arbeidsplaatsen kunnen opleveren, vooral voor jongeren. Dit plan is afkomstig van professor Dr. Horringa, hoogleraar bedrijfskunde in Eindhoven. De staat zou dan een groot bedrag aan belastinginkomsten moeten missen, maar daar staat tegenover dat er op uitkeringen een nog groter bedrag bespaard zou worden. Erik Boshuizen spreekt in de studio met professor Horringa. Zijn er nou voorbeelden van schade aan de werkgelegenheid doordat bedrijven te hoge belastingen moeten betalen? Ja, neemt u een klein bedrijf met een technisch interessant product dat snel groeit, bijvoorbeeld in 5 jaar 5 keer zoveel omzet, 5 keer zoveel personeel, dan merk je dat ondertussen het vermogen van dat bedrijf relatief achteruit gaat door het betalen van vennootschapsbelasting. Dat remt dus het groeitempo en dat remt de werkgelegenheid die dat bedrijf zou kunnen verschaffen. En nou zegt u, die vrijstelling van die vennootschapsbelasting, die zou dat probleem kunnen oplossen. Aan de andere kant, ik zeg, de belastingwetgeving staat dat niet toe. Dat is op zich juist, er zou een wetswijziging nodig zijn, maar volgens de mensen die ik geraadpleegd heb, zou dat betrekkelijk eenvoudig kunnen zijn en met de nodige politieke wil binnen 6 maanden te realiseren. Maar het kost de staat, het kost de fiscus een heleboel geld. Ja, het kost, is te berekenen, ongeveer 400 miljoen per jaar. Daartegenover staan 20.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Maar daartegenover staat ook dat daar dus geen werkloosheidsvoorziening voor wordt betaald. En daartegenover staat dat de ellende van de werkloosheid voor die groep in elk geval wordt afgewend.
De amateurvoetbalclubs in ons land hebben vanmiddag massaal geprotesteerd tegen de plannen van staatssecretaris Combrink om vennootschapsbelasting te heffen voor kantines waar per jaar meer dan 125.000 gulden wordt omgezet. Alle wedstrijden begonnen te laat omdat eerst een verklaring werd voorgelezen. En verder hing op alle velden de vlag halfstok, zoals hier bij de derde klasse UVV in Utrecht. Net als vele anderen drijft ook deze amateurvereniging voor het overgrote deel op inkomsten uit de kantine. Door deze opbrengst hoeven de leden bijvoorbeeld geen al te hoge contributies te betalen. En dat zou nu gaan veranderen. Dames en heren, we beginnen vandaag te laat met de wedstrijd en de vlag hangt half stok. De georganiseerde sport protesteert vandaag. Wij als amateursporters willen met zeer veel klem protesteren tegen het voorgenomen besluit van staatssecretaris Combrink de overschotten uit onze clubhuizen te belasten met vennootschapsbelasting. Wij achten het volstrekt onzinnig dat wij als vereniging gelijkgesteld worden met een onderneming. Al het werk dat ook in de clubhuizen op vrijwillige basis wordt gedaan, wil de staatssecretaris nu bestraffen door het laten betalen van belasting. Vrijwilligers in de sport zijn beslist geen ondernemers. Daarom doen we nogmaals een beroep op het heldere verstand van onze landsbestuurders. Onderken en erken de positieve waarde van onze vrije tijdsbesteding. Laat Nederland leefbaar blijven. De georganiseerde sport kan en mag daarin niet ontbreken. Ik dank u zeer. Met enige vertraging kon dus worden afgetrapt. Eventueel volgen in de toekomst hardere acties. De weersverwachting nu geldig tot morgenavond. Droog en zonnig, in de nacht mogelijk mistbanken en minimumtemperatuur ongeveer plus 1 graad en kans op nachtvorst. Middagtemperatuur ongeveer 13 graden, maar in het waddengebied iets lager. Weinig wind. De weersvooruitzichten voor dinsdag tot en met vrijdag luiden. Wolkenvelden, ook af en toe zon en aanhoudend droog. Geleidelijk iets hogere temperaturen. Einde van dit journaal, dames en heren. Goedenavond.